Gisteren was het alweer 13 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. En dus trokken de vrienden van Pim traditiegetrouw met een bus door het land. Start en finish lagen in Rotterdam. En tussendoor werd zijn graf en het Mediapark aangedaan. Daar zijn we weer. Hoe voelt u zich? Nou, miserabel. Pim, die betekent ontzettend veel voor me. En dat is ook waarom ik hier ben. Zo, meneer, u heeft net bloemen gelegd op het graf? Ja, ik heb net bloemen gelegd op het graf. Die mevrouw neemt u weer mee? Nee, ze gaan in het water. Oh, die gaan in het water. En dan vanavond nog naar het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam nog. En daarna vanavond weer naar mijn eigen huis toe. Dus u heeft een lekker dagje uit zo? En ik heb een lekker dagje uit. Hij leeft nog wel bij PV's. Wat zegt u? Hij leeft nog wel bij PV's. Hij leeft nog wel bij PV's. Pim Fortuyn. Mijn moeder is er ook aan overleden. Die heeft 13 dagen na Pim Fortuyn is die ook overleden. Dus. Aan dezelfde kogels? Nee, die door de schok. Godverdomme. Hé, hey, je mag niet vloeken. Ja, nou, Pim Fortuyn doodschieten mag ook niet. En hoe heet het werk? De datum. 6 mei 2002, zo heet het. Okay. Het heet niet Zonde van de Verf. Nee, het is een mooi schilderij, ik moet het heel toegeven. Nu zijn er weinig mensen gekomen in het begin gelijk te hagelen. Is dat een teken van Pim? Nou, misschien roepen we het op. Maar... Dat je zegt van flikken jullie de laatste 5 ook maar op? Gaat de laatste ook maar aan de slag. Ja. Of wordt wakker. Wegwezen. Ja. Maar met rust, stel je hem afketels. Pim is in ieder geval niet voor niks gestorven, ik zo hoor. Nee, hoe wist je het? Je lijkt wel helderziend dat je gedachten kan lezen. Mijn zus zei nog, Pim is helderziend, maar dat ben jij. Dus ik ben niet dus voor niks gekomen. Dus voor niks. Oké. Okay.